Welkom bij de Duitse Super Sedan. Persoonlijk een van mijn favoriete BMW's en ik denk ook wel een van de meest ultieme daily drivers. En in deze video ga ik jou vertellen waarom dat zo is. Allereerst het uiterlijk van deze BMW M5. Naar mijn mening een hele stoere en ook een hele mooie gestroomlijnde auto om te zien. Het is niet zomaar dat ze een BMW 5 serie hebben gepakt en een dikke motor erin hebben gelepeld. De voorbumper bijvoorbeeld. Dit gedeelte is een stuk groter dan bij een normale BMW 5 serie. Allemaal lucht inlaten. De mistlampen zijn bijvoorbeeld ook helemaal weggelaten. En bij een normale BMW 5 serie zit er een kleppensysteem achter de grill en bij deze is die gewoon altijd open. Wat verder ook opvalt, dat zijn de spiegelkappen. Bij vele andere M-producten zie je ook het mooie knikje, het gestroomlijnde knikje erin verwerkt. En natuurlijk het carbon dak. Dit is de eerste BMW M5 met een carbon dak, wat ook bijdraagt aan de 15 kilo die deze auto lichter is dan zijn voorganger. Ja, en ook aan de achterkant kun je zien dat het niet zomaar om standaard BMW 5 serie gaat. Allereerst natuurlijk te herkennen aan de 4 uitlaatpijpen. De verticale reflectors en de subtiele achterspoiler. En die 4 uitlaatpijpen, daarvan laat ik je graag alvast even wat meer horen. Ja, en ook onder de motorkap ziet het er net even anders uit dan bij een normale BMW 5 serie. Want bij een standaard 5 serie zie je altijd best nog wel veel ruimte om die motor heen liggen. En bij deze is die lekker groot gevuld met een 4,4 liter V8 met biturbo. Goed voor 600 pk en 750 Nm koppel. En hij heeft een topsnelheid van 250 km per uur. Die is helaas wel begrensd. Alleen wanneer je het M-Driver package bestelt, dan gaat die begrenzer eraf en dan gaat hij naar 305 km per uur. En met al dat vermogen doet hij een sprint van 0 naar 100 in slechts 3,4 seconden en 0 naar 200 in ongeveer een seconde of 11. En dat zijn tijden die bijna niet onderdoen voor een Ferrari. En die 0 naar 100 in 3,4 seconden, dat is maar liefst een seconde sneller dan het vorige type M5. En dan zul je natuurlijk denken, ja, hoe kan dat dan? Nou, dat ga ik je nu even uitleggen. Dit is de eerste BMW M5 met vierwielaandrijving. Ja, vierwielaandrijving. BMW die had normaliter altijd achterwielaandrijving in zijn M5's. En het is niet per se dat BMW van zijn geloof is afgestapt. Alleen BMW die zegt dat als je voor snelheid wil gaan, dan moet je voor precisie gaan. En dat gaat al eenmaal wat lastig met 600 pk alleen op die achterwielen. En daarom stuurt de auto beperkte krachten naar die vooras. Wat er ook voor zorgt dat je veel meer controle hebt op die vooras. En daarmee kun je dus vanuit stilstand veel gecontroleerder wegrijden zonder al te veel slip. En ook kun je veel harder door bochten rijden. Ja, en het vierwielbesturingssysteem van deze BMW die stuurt ook pas krachten naar die vooras als de auto daar ook echt om vraagt. En tevens kun je ook nog instellen in hoeverre die krachten naar de vooras en krachten naar de achteras stuurt. Ja, en om in te stellen in hoeverre die de krachten naar de voor- en achteras toestuurt, ga je naar het MX Drive menu. En standaard staat dat op 4-wheel drive, waarin die maximaal 60% van zijn krachten naar de vooras gaat sturen. Als je nou wilt dat ook met vierwielaandrijving die kont toch nog een beetje gaat slippen, dan moet je ESP uitzetten en dan kun je de stand selecteren 4-wheel drive sport. En voor de echte puristen kun je ook nog, met dus alleen ESP uit, kun je achterwielaandrijving selecteren. Alleen moet je wel echt een hele goede rijder zijn, wil je 600 pk zonder ESP op die achterwielen in controle kunnen houden. Wat ook echt typisch is aan een BMW M-product, dat zijn alle extra knoppen die je bij de versnellingspook hebt gekregen. Bij de nieuwe M5 is er ook een nieuwe versnellingspook gekomen. En op die versnellingspook heb je een knop zitten waarmee je kan instellen hoe snel die op- en terugschakelt. Of eigenlijk hoe laat die op- en terugschakelt. Links daarvan heb je een knopje waarbij je kan instellen
hoe de respons van de motor is, hoe snel het is. Dan heb je daaronder nog een knop zitten om je adaptieve dempers in te kunnen stellen. Ik moet wel zeggen dat de M5 van zichzelf al best wel een hard afgeveerde auto is, maar je kan hem nog harder laten afveren. En dan heb je ook nog een knop waarmee je kan instellen hoe zwaar die stuurt. En al deze instellingen die je hier dus ziet, die kun je ook nog weer vastleggen onder twee knoppen. En dat zijn de twee rode knoppen op het stuurwiel, M1 en M2. En je kan bijvoorbeeld instellen dat op M1 alles op het meest comfortabele is. Dat hij heel erg snel opschakelt, heel erg lichtjes stuurt. Waardoor het echt een lekkere auto wordt om ook voor dagelijks gebruik te gebruiken. En dat je op M2 eigenlijk alle standen hebt die je ook zou wensen op het circuit. Dus de sturing richting het hardste, lekker fel op je gasrespons, je dempers lekker strak. Dan wordt het gewoon echt, dan krijg je echt die supercar beleving. Ja, wat ook wel fijn is aan BMW M5, dat zijn de stoelen. De multifunctionele M-sportstoelen. Die voelen namelijk gewoon echt als een soort maatpak. Je hebt super veel ondersteuning. Hier ook aan bij je schouders heb je een extra flap. Je kan het zitvlak, die kun je helemaal uitstellen. Waardoor je heel veel ondersteuning aan je onderbenen hebt. En je kan de rugleuning, dit gedeelte, kun je ook nog weer in twee delen afstellen. Je kan de zijkanten ervan oppompen. Dus het is wel echt een hele fijne stoel om in te zitten. Ook een hele gave kleur. De kleur is vernoemd naar een circuit, naar Silverstone. Het merino leder Silverstone interior. En het steekt naar mijn mening wel heel erg mooi af met de buitenkleur. Met het Singapore Grau Metallic. Ook trouwens een M-Sport kleur. En dan tenslotte nog wat over dit specifieke exemplaar. Het is een hele mooie, complete auto. Net als de rest van de auto's die we natuurlijk verkopen. Zo heeft hij bijvoorbeeld het Bowers & Wilkins Sound System. Heel mooi, vol en zuiver geluid geeft dat. En achter die aluminium kapjes, daar zit ook nog verlichting verwerkt. Zodat je in het donker de speakers heel mooi verlicht kunt zien. Deze auto heeft ook een head-up display. En dat head-up display, dat is ook best wel een groot scherm in je voorruit. En daarop kun je alle informatie zien, omtrent je snelheid, hoe hard je op een weg mag rijden. Je kan ook nog de M-toerenteller erin krijgen. En je kan bijvoorbeeld ook je navigatieaanwijzingen erin krijgen of zien met je belt zie je dat erin staan. Het stuurwiel, daar zien we allerlei knoppen op aan de linkerkant. Dat is van je Driving Assistant Plus. Dat is dat zijn een aantal systemen, waaronder bijvoorbeeld het systeem van je adaptieve cruise control waarbij je afstand kan houden ten opzichte van je voorligger. Hij kan de auto ook zelf netjes binnen de lijntjes rijden, zodat je ook heel erg relaxed file rijden kunt. Daaronder de stuurwielverwarming, hij heeft trouwens ook stoelverwarming. Verder navigatie professional systeem natuurlijk, die zowel te bedienen is met touchscreen als ook met het bekende populaire BMW iDrive systeem. Hij heeft ook spraakbesturing die ook echt goed werkt. Apple CarPlay zit er ook op. Draadloze telefoon opladen. Dus ja, dit is wel een mooi compleet exemplaar. En buiten heeft deze auto ook nog softclose portieren. Dus als je de deur hard dichtgooit, dan trekt hij heel mooi zachtjes aan. Of als je hem juist zachtjes dichtgooit, dan trekt hij hem mooi voor je aan. Hij heeft een elektrisch wegklapbare trekhaak, zodat je ook nog je racefiets mee kan nemen. En deze auto heeft ook de BMW Display Key. En omdat het een M-product is, zie je ook een mooi M'tje opstaan. Op die Display Key kun je allerlei informatie op het scherm zien. Zo zie ik nu bijvoorbeeld of die gesloten is, of dat die open is, of mijn verlichting aanstaat, of mijn actieradius is. Ik moet het trouwens denken. Mijn standkachel kan ik hier ook nog weer op instellen. Dat is wel een leuke toevoeging, alleen het is een beetje een groot, lomp apparaat. Ik hoop dat je weer hebt genoten van deze video met dit keer de 2018 BMW M5 met natuurlijk die vierwielaandrijving. Laat in de comments even weten wat je van die vierwielaandrijving vindt. Ik hoop namelijk dat ik je ervan heb overtuigd. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en doe even een duimpje omhoog. Graag tot de volgende keer.